Yo, een hele goede avond. Jullie zien het al op de achtergrond. We gaan een Nedergaming voetbalpool organiseren voor het EK 2024. En ja, het is weer extreem laat. Want vrijdag gaat het EK al van start. Het stond al een tijdje op de planning, maar het was wat onduidelijker wat nou wel en niet mocht. Ook met betrekking tot prijzen en dergelijke. Maar we hebben toch besloten om het te doen. We doen het gewoon voor de fun. De top 5 gaat in de prijzen vallen. Maar zoals jullie weten van mij, de prijzen zijn nog onbekend. Maar verwacht niet heel veel. Ik denk dat ik wat Nedergaming merchandise ga gebruiken. En ik heb voor mij nog wat leftovers van andere spelproviders die ik erbij ga doen. En dan maak ik wel wat leuke pakketjes van. Maar het stelt niet te veel voor. Het gaat meer om het plezier. En dat er in ieder geval iets te winnen valt, dat vind ik zelf ook altijd belangrijk. Ik doe zelf ook gewoon mee, dus ik kan ook mijn eigen prijzen winnen, dus dat is ook alweer lekker. Maar ja, het liefst had ik gedaan dat iedereen bijvoorbeeld 5 euro zou inleggen. En dan kan je echt wat leuke prijsjes weggeven als er, weet ik veel, 100 man meedoen of zo. Maar ja, vanwege de wetgeving mag dat allemaal weer niet in Nederland. Dus vandaar dat we het zonder inschrijfgeld doen. En dat is dan weer het goede nieuws. Iedereen kan gratis meedoen. Ik heb de aanmeldlink hieronder gezet. Kijk, ik kan het hierboven laten zien. Het gaat via de website voetbalpools.nl. Maar klik op de aanmeldlink hieronder. Dan ben je meteen gekoppeld aan de Nedergaming voetbalpool. En ik zal er nog een andere pool of een andere pool, andere een link bijzetten. Als je eenmaal aangemeld bent, dan kan je gewoon naar voetbalpools.nl gaan. Pool, pool, / en dan wat cijfers. Dat is de. Dan kom je direct op deze pagina, zeg maar, uit. Dus ik zal hieronder zeg ik 1 registratielink en 1 link voor de overzichtspagina. Die je vervolgens in je favorieten kan zetten. En nogmaals, ik weet, het is aan de late kant. Letterlijk heb je nog anderhalve dag. Het is nu dinsdag. Ja, woensdag. 2 dagen nog de tijd om het in te vullen. Maar goed, theoretisch kan je tot 1 minuut voor aanvang van de eerste wedstrijd kan je het invullen. Of voor aanvang van iedere wedstrijd. En degenen die het leuk vinden, doe lekker mee. Gewoon voor de gezelligheid. En dat maakt het kijken van de wedstrijden ook wat spannender. Kijk, er zijn al wat leuke mensen die zich hebben opgegeven. Dennis uiteraard, Dennis Superlunch. Die moest daar weer Superlunch van maken. En Laura, onze nieuwe vrouwelijke moderator. Die heeft zich aangemeld. Mr. Hop. Monstra Art uiteraard en ikzelf. En ja, we gaan het kenbaar maken via Discord en via deze video. Dus ik zeg al allemaal, het is allemaal weer veel te laat. Ik had dit een paar weken eerder al moeten doen. Of misschien zelfs al een paar maanden. Maar goed. Jullie weten inmiddels hoe ik ben. Het is altijd provisorisch en op het laatste nippertje. Maar mocht je nog mee willen doen, je kan je nog aanmelden. Dus de komende 2 dagen. En het zou leuk zijn als er een mannetje of 25, 50 uiteindelijk meedoet. En ja, dan gaan we onder de top 5 wat leuke prijzen verdelen. En die prijzen worden dan ergens de komende dagen bekendgemaakt via de Discord. Als je jezelf hebt geregistreerd op voetbalpools.nl. Ik zeg al, de link zet ik onder. Of in de beschrijving onder deze video. Dan ja, kan je in principe gewoon op je naam klikken. Of hierboven in het menu op voorspellen klikken. Dan kom je op de voorspellingpagina. Hier rechtsboven heb je een vlaggetje. Hij begint volgens mij standaard in het Engels. Maar als je op het Nederlands vlaggetje klikt, krijg je uiteraard de Nederlandse info te zien. En ja, er staat eigenlijk stap voor stap uitgelegd wat je moet doen. Ik zal wel, zeg maar, deze pagina, dus de toernooiverloop, die zal ik in ieder geval de groepsfase alvast invullen. En dan werkt eigenlijk ook in een drag-and-drop systeem, dus ik ga hem zelf eventjes dadelijk doen. En voor de rest staat er voor elk ding dat je moet invullen, staat er uitleg bij. Heel veel dingen worden automatisch ingevuld aan de onderzijde, dus omdat het afhankelijk is van wat je bovenaan invult. Let op. Je hebt dus ook nog een tweede tabblad en daar voorspel je de wedstrijden. Dat is natuurlijk ook belangrijk. En ze geven vaak, als je iets nog niet voorspeld hebt, geven ze ook, hierboven krijg je dus een melding. Hey, let op, je hebt de extra voorspelling nog niet ingevuld. Nog 57 te voorspellen, dat zijn er wel gigantisch veel. Ik weet niet wat er dan 57 is.
Oh, nou, dat is die eerste pagina. Oké, dan gaan we daar even kijken. Dus je krijgt vanzelf een melding als je niet alles hebt ingevuld. Ja, ik had deze. Dit spreekt eigenlijk voor zich. Dit kan je per dag doen. Dus dit zijn de wedstrijden van. Even kijken. Vrijdag, zaterdag en zondag. Die zou je kunnen invullen en dan kan je de rest per dag doen. Wat ik zelf fijn vind, is dat je het vooraf gewoon invult. Dus in dit geval Duitsland, Schotland. Ik maak daar 1-0 voor Duitsland van, omdat ik denk dat de Schotten gaan verdedigen. En zo vul je eigenlijk alles in. Ik zal de eerste 4 of eerste 5 doen. Niet allemaal exact dezelfde dingen ingevullen als ik. Maar goed, want ik verlies altijd. Het heeft ook geen enkele zin, want ik verlies altijd met elke EK-pool die ik meedoe. Omdat het vaak toch altijd onverwachte uitslagen zijn. En het zijn vaak de mensen die onverwachte voorspellingen doen, die winnen uiteindelijk, omdat die het of compleet verkeerd hebben, of compleet goed, terwijl alle anderen het fout hebben. En in dat laatste geval, dan gaan ze vaak met de prijzen vandoor. Ik kies vaak voor de logische uitslagen. In mijn ogen logische in ieder geval. Dus Hongarije, Zwitserland. Ja, maar dat kan ook een 0-0 worden. Maar ik ga dan toch voor Zwitserland. 1-0. Ik doe altijd wel lage uitslagen. Want als je kijkt naar voorgaande toernooien, wordt het zelden meer als 3-0 of zo. En bij de EK's wat vaker, maar of bij de WK's, en dit is een EK. Maar goed, iedereen moet dit voor zichzelf weten uiteraard. Je kan ook gewoon binnen 2 seconden overal, dat doen ook wel eens mensen, gewoon overal 1-0 zetten. Of 1-1, 1-1. En dan maar hopen, want het blijft toch altijd een gok. Maar ik vind het wel leuk om een klein beetje over na te denken. Spanje, Kroatië. Ik denk dat Kroatië en Spanje best wel moeilijk gaat maken. Dus ik hou het op een 1-1. Italië, Albanië, dan denk ik dat het... Ja, ik wou zeggen 3-0, maar ik houd het op 2-0 Italië. Polen en Nederland, dan zeg ik 0 tegen 3. Ik ben altijd optimistisch in Nederland. En bij sommige landen hebben we hier nog een extra vraag. Vergeet die niet... even kijken, niet in te vullen, want dan kan je extra punten mee verdienen. Even kijken. Polen... Ja, die gaat niet scoren. En Nederland. Die gaat daarvan scoren. Gakpo, Malen, Weghorst. Ja, Bob Robby had die last van zijn enkel. Dus dan ga ik toch voor Depay. Gakpo misschien, maar ik ga toch voor... Ja, ik ga toch voor Depay. That's it. En zo vul je de hele lijst in. Voor het toernooiverloop, zoals ik net al zei. En je kan gewoon switchen. Dus als we nou weer teruggaan, dan staat het als het goed is gewoon nog ingevuld. Nou, dan gaat hier alweer lekker fout. Dat is ook alweer lekker. Oh, ik had hem op... Ja, een goede tip. Een goede tip. Hou het op. Sla het op. Dus even kijken wat had ik nou. 1-0. Dan krijg je 0-1. 1-1. 3-0. Of ik had 2-0 gedaan. En 0-3. Op opslaan klikken. Anders slaat hij het niet op. Niet alle voorspellingen zijn correct ingevuld. Dat geeft dus aan. Oh ja, hier deze geen scoren. En de pie. Opstaan. Ja, je vergeet heel snel iets. Maar dat geeft ze dus vanzelf op. Nou, dit is dus ingevuld. En zo doe je de hele pagina. Hetzelfde geldt voor het toernooiverloop. En dat is eigenlijk gewoon... Hier moet je eigenlijk gewoon de top... van de groepsfase invullen. En ik zal nu even snel wat doen. Hier heb je dan geen opslaan, klopt. Dat is dan wel apart, maar die slaat hij automatisch op. Even kijken. Zwitserland 2. Schotland. Ja, 4 denk ik. Hongarije 3, maar ik denk toch trouwens Schotland 3. Italië 1. Spanje 2. Spanje zal wel 1 zijn, maar toch. Ik ga dan wel net iets andere dingen. Kroatië 3, Albanië 4. Engeland 1. Denemarken 2. Servië 3. Slovenië 4, et cetera. Kijk, en dan worden hieronder worden automatisch alle dingen ingevuld. Ga ik die andere ook meteen even pakken. Groep D. Frankrijk. Iedereen verwacht die op plaats 1. Dus ik ga die op plaats 2 zetten. Je moet wel af en toe een beetje veranderen. Want als iedereen hetzelfde doet.
dan wordt het lastig. Ik calculeer wel in altijd dat ik of ergens laatste word, of door mijn verrassingen sta ik juist in één keer bovenin. Ik hou van een gokje wagen, dat weten jullie, maar het kan zijn dat ik de komende dagen nog wat ga wisselen. Polen en dan Oostenrijk, België op 1, Oekraïne 2, Roemenië 3, Slowakije 4, precies zo. Portugal 1, Turkije 4, Tsjechië 2, zo. Kijk, dan staat dit allemaal ingevuld. Dit staat al ingevuld. De kwartfinale, ja, die ga ik... Je kan hier alvast wat in gaan vullen. Kan ik slepen? Nee, oh, dat kan nog niet eens. Winnaar, achtste finale, 5. Doe ik later. Oh, die topscorers, die moet je ook niet vergeten invullen. En dat was het. De eerste rode kaart valt in. De eerste wedstrijd. Tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, zeven, acht, negen. Ja, weet ik veel. Tiende, negende wedstrijd. De eerste gele wedstrijd valt in de eerste wedstrijd. De eerste doelpunt valt in... De eerste wedstrijd. Oh. Ja, kies minuut. Oh, kies een minuut. Je moet wel goed lezen, Robin. Dat staat dan weer super onduidelijk. Degene met minst aantal minuten staat dan bovenaan. Tot slot nog enkele benadrukken. Het aantal minuten wordt dan gebruikt om de ranglijst. Oké. Okay. Eerste doelpunt valt in minuut. Valt in minuut. In minuut. De eerste 15 minuten gebeurt er nog nooit geen bal. Nee, niet. Het is tegen Schotland volgens mij. Minuut 35. Die is een topscorer. Dan gaan we natuurlijk de paai in Nederland. De eerste kaart, de gele kaart, valt in. Oh, het eerste doelpunt, want in minuut 35. 28 en deze dan 35. Eerste gele kaart, eerste rode kaart valt. Tweede wedstrijd. Derde wedstrijd. 12e wedstrijd. Ik denk dat er helemaal geen rode kaart gaat vallen. Ja, dat. Dus daar hou ik het een beetje op. Ja, en hier heb je dan weer geen opslagknop. Dat is dan weer apart. Maar volgens mij slaat hij hem automatisch op. Kan ik even kijken. Ik zal hier nog even opslaan drukken. Toernooiverloop. Ja, die houdt hij wel allemaal bij. Dus dat eigenlijk. Mijn pools. Dan gaan we weer de Nedergaming Holland op Holland. En dan zijn we weer op de bovenpagina. Dus hierboven in de menu's aan de bovenzijde kan je alles... Oh, kijk, er zijn meteen al wat mensen die geregistreerd hebben. Ik denk dat het op de Discord is geplaatst, dus dat is leuk. En nou, ik dacht van als er 25 man meedoen, maar daar zitten we eigenlijk al bijna aan. Oh, niet overdrijven, Robin, zijn er een stuk of 15, maar goed, goed. Ik zeg al, we waren zo laat, ik had niet verwacht dat er nog iemand mee zou doen. Maar misschien dat deze video ook een klein beetje kan helpen. Je hebt nog 2 dagen de tijd, zorg ervoor dat je hem voor vrijdag, of ja, eigenlijk... donderdagavond op zijn laatst invult. Als je mee wilt doen, omdat vrijdag het EK begint. En misschien dat daarna ook nog wel mogelijk is. Alleen dan loop je dus punten mis. Kan je bijna niet meer winnen. Want vaak gaat het vrij close met de ranglijsten. Dus ja, dat is het eigenlijk. Doe mee met de Nedergaming. Hop. Holland. EK voetbalpool 2024. Meld je aan via de link in de beschrijving hieronder. In de Discord vind je ook wat informatie en de prijzen zullen ergens de komende dagen via Discord bekend worden gemaakt. En nogmaals excuses dat het allemaal weer zo laat is, maar ik hoop dat jullie nog meedoen. En ja, dan gaan we kijken wie de beste voorspeller is en wie de beste voetbalkenner is onder de Nedergaming community. Dus ik ben benieuwd. Ik zit er vaak helemaal naast, maar ik vind het wel altijd leuk om dit soort pools mee te doen. Ik ga waarschijnlijk ook meedoen aan die van Algemeen Dagblad heb je. Die vind ik zelf ook altijd wel leuk. Daar kan je ook wat kleine prijsjes mee doen. Mee winnen. Of kleine prijsjes. Daar kan je voor mij zelfs
vakantiereisje of zo mee winnen. Dus daar ga ik zelf ook nog even naar kijken. Maar ja, ik denk dat het nu duidelijk is. Meld je aan als je mee wilt doen via de link in de beschrijving. En dan gaan we kijken wie de beste voorspeller is en wie er vandoor gaat met de geweldige Nedergaming prijzen. Hey, yo.